Ja, het is weer Sint-Rosa zaterdag. Het Leidjesconcours 2015 staat weer voor de deur. Samen door de jury en de Lieve Zittert wordt vanavond de winnaar van het traditionele slager bekendgemaakt. Zoals Geer al weet, wordt het niet meer in de Spiegeltent gehouden, maar in het prachtige Oetgoonscentrum op Podium Volt. Wie gaat Geer de leedjes vanavond bekijken? Ja, we gaan vanavond de leedjes bekijken. Ja, en we gaan kijken wie ze gezongen worden, wie de teksten gebracht worden, wat de inhoud van de tekst is, wie de muziek is. En ook een totale geheel kijken van. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, natuurlijk. Of het muzikaal mooie liedjes zien, of de tekst leuk is. Ik kon ook als boete stolen, want ik kom niet van Zittert. Ook nog eens kijken van wat is nou, wat betekent het liedje voor Zittert zelf. En dan gaat het natuurlijk om alles bijeen, hoe carnavalesk is het. Daar kijken we nou. Dus ja, dan kom ik kijken, met name loesteren, wat vanavond zoal gepresteerd wordt, of dat aan de verwachtingen voldeed. En de dirigent heeft andere specialiteiten op de kiek, op de muziek, of wie moet ik dat zien? Ja, juist, of de muziek goed is, of, dat allemaal, of de akkoorden kloppen, zo gaat het allemaal. Hè. Ik wil me vooral een beetje richten op een bepaald stukje originaliteit, om dat een beetje in de gaten te houden. Ik heb zelf bij het kennisleedje van dit jaar heb ik gekozen om misschien een atypische carnavalshoek te kiezen. Dus ik ben wel benieuwd wie de componisten door hier met om zijn gegaan met dat soort dingen. Van Bennet zit Van Bennet, daar ik van was te door kan. Iedereen zal het bekennen. Heb je de stem al kunnen maken vanavond? Jazeker, op nummer 5 heb ik gestemd. Mijn vriendin die heeft samen Sjonar, dus dat gaat voor ver. Ja. En nummer 2? Nummer 2, dat was ook Sjonar, maar nummer 5 is Sjonar. Het waren leuke lijntjes. En ja, ik heb me heel goed geamuseerd. En ik ben ook heel benieuwd wat ik het winnen natuurlijk. Hè. Dat is wel altijd spannend. Ja, ik ga wel één lijntje wat mijn favoriet was, ja. Yes, het was. Wie vindt ze de locatie? Ja, het is gewoon anders dan de Spiegeltent, dat sowieso. Maar ik vind het wel gezellig, zeker omdat het vol is. Dat zie je natuurlijk wel in Ierland ook. Maar in principe denk ik dat het wel een redelijk goede alternatief is, ja. Heb ze zenuwen? Nee, die hou ik wel te strak. Vurig moet zingen, nu niet meer. Hoe dadelijk is het nu slagen, moet ze afwachten, wat er wordt, dan wordt het. Wat voelt ze? Wat denkt ze? Ik weet het niet. Ik zeg dat nooit gehad over al die jaren. Nee, ik heb nooit gezag over de 1 tot en met 11 of wat ik zelf van mijn eigen leedje vind. Ik hoor het eigenlijk wel. Waar een lach, waar een lach. Jong, 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 Volt. Ja. Wie beveldigt dat? Ja, het is een fantastische locatie. Als ik hoor wie de artiesten, wat die ervan vingen, die hebben hier achter een schoonplekje om zich terug te trekken. Om zich te kunnen concentreren om het liedje te zingen. Het personeel duidt het fantastisch. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dit een hele goede keuze is. De Big Band, Beeg. Ja. Ook de eerste keer. Daar wil ik ook graag meningen voor horen. Echt fantastisch. Dat zijn echt vaklui. Die kunnen zo schoon spelen. Ik denk dat dat echt de avond extra cachet geeft. Dat is echt complimenten waard. De CD. Wie wordt dat ingedeeld? Wie geeft dat in zijn werk? Daar zijn we alle tientje druk met. Nu vanavond wordt zeg maar, de top 6 gekozen. Die komen op de CD te staan. Uiteraard met de nummers 1, 2, 3 als eerste. Vrouw bij een kengerleedje, wat dit jaar gezongen wordt door Basis voor Leibroek. En dan hebben we nog een mix van DJ Ben Bastian, Wouter Simons. En die zet van allerlei leuke vastelovensleedjes in de mix voor op een cd.
Het gaat gebeuren. En daarom uw aandacht voor onze stadsprins Arnold de Driede. Ja Wim, dankjewel. Lief nu. Dag over. Volgend jaar werd hier een leedje gansnomines in. En zeker dat de mam hartstikke groot is. Christian en Monique, samen in Sjonde. Van harte proficiat. Van harte proficiat. Volgend jaar. Eerste plaats! Yeah. Dat doen het fantastisch! Ja. Wie voelt het? Ja, het voelt echt super en ja, ik had het echt niet verwacht. En op een gegeven moment, ik heb een paar jaar niet metgedaan, een jaar of zeven niet metgedaan. Ik heb een keer met een hele fijne vriend van mij, Paul Jassen, met mogen doen en dat was ook al heel erg leuk. En ja, nu zeven jaar later, ze gaat van ik ga het nog eens proberen door. En ja, ik vind zelf de muziek altijd geweldig hier in Sittard, ook met de medewerking van Studio Jan Telen. En ik zou het gewoon geweldig vinden om op die cd te komen. Dus wie andere jaren altijd eind tot en met veer bekendgemaakt wordt. Ik zag, ja, ik ging voor de vierde plaats. En ik wil gewoon graag op die cd komen. En dat wordt mijn streven. En ja, dat ze nu opeens wens. Dat is zo onverwacht. Dat heb ze hem vast, hè? Ja, ja, dat hij echt... Niet... En Monique. Ja. Ja, geweldig, hè? Wil Chris jij gevraagd of je met haar met wou doen? Even over getwijfeld, hè? Zo van doen voor het. Nee, en uiteindelijk hebben we jou gezagd samen. En ja, geweldig, maar het is ook een leuk swingend liedje en het sprook ons draag aan, hè? Of mij dan. Ja, geweldig. Heerlijk vrolijk. Ik denk het fantastisch, dame. En meneer, hier heb je het geschreven? Ik heb het samen met mijn dochter geschreven. Tenminste, de tekst en de muziek is helemaal van haar. Maar ja, voor mij is het ook een openbaring. Dus ik doe ook al heel dik met hier in Sittard, al misschien een keer of 10. De laatste 20 jaar. En er zijn nog jaren dat ik niet heb met gedaan. Maar ja, in de eerste plaats heb ik nooit bereikt. We waren een tweede, derde, vierde. Maar in de eerste is dit, ja, dus het voelt enorm geweldig. Super. De grootste stad is aan het Sittard.